Christmas, no, may all your Christmases be white. No, Dick. Zou je op kunnen hebben? Ik denk het wel, Hey, maar wat ga jij met de kerstdagen doen? Ik heb een aantal opties. Waarschijnlijk komt een vriend uit België 1 dag op bezoek. En de eerste dag, dan heb ik een hele speciaal, dan ga ik op thuis koken. Voor een hele goede vriendin, met Emma erbij. Met Emma erbij, ja. Maar Emma lust niet veel. Hè? Nee, die heeft een beetje, hoe noem je dat? Annie Emma. Maar, en jij? Nou, ik ben eerste keer gewoon gezellig met mijn vrouwtje. 7 mensen. En tweede kerstdag, 72 mensen. Daar hebben we vorige week al over gehad. Maar ja. Voor de rest is het rustig, joh. Gelukkig zit onze restaurantjes lekker vol, daar ben ik wel heel blij mee. Ik hoor dat heel veel vol. Ja. Nee, maar die prijzen van die restauranten, dat loopt op de spuigaten uit. Ja, dat heb ik links en rechts maar gelezen. Ik heb nou begrepen, even serieus, dat een kop koffie naar €3,50 gaat. Hè? Weet je wat een kop koffie inkoop kost? Meer dan een glas bier? Een dubbeltje. Ik heb het van de week uit zitten tellen. Ja, een glas bier. Ja, weet je, die prijzen van de horeca, ja, die lonen gaan ook weer. Ik heb het er met mijn zoon nog eens even over gehad. Ook weer 10% omhoog. Ja, het gas, het is niet normaal wat hij nu aan het gas moet doen. Maar krijg je heel meer AOE dan? Ik weet niet, ik heb wel begrepen van de week dat de netto lonen erop vooruit gaan. Ja, die worden minder belasting. Oh, dat is wel gunstig. Dus dan kunnen we weer, dat is zeker om de koopkracht te bevorderen. Ja. En weet je wat ik ook fijn vind, Dick? Onze nieuwe Kamervoorzitter, dat is de PVV. Bosma, ja. Hey, een toppertje, hè? Hey. Ik heb 2 weken geleden, heb ik een dag die tv aangehad. Ja. Het lijkt wel een kinderschool. Dan doet iemand zijn meisjes speech. Dan gaan ze allemaal in een rij staan, dan geven ze hem allemaal een hand. Dan wordt die Bosma gekozen, dan gaan ze weer allemaal in een rij staan. Het is net de lagere school, eerlijk gezegd. Ach ja. En dat moet dan onze regering worden, hè? Ja. Komen die uit de Kamer, man? Dat hoeft niet. Nee. Hey, voor de rest, een goede sfeer is goed in de stad. Zo. Ja. Zou Scholten nog een kerstwens uitspreken naar zijn medebewoners? Hij was vorige week bij de Nederlandskoffietijd. En normaal op eerste dag zegt hij wel. Misschien dat hij wel naar de Holiday on Ice of hoe heet dat gaat. Ben je er al geweest? Nee, ik heb het wel gezien. En? Ik heb tegen die mensen gezegd, Je moet met die eisen, dat gedoe daar op die oude markt, naar de Doolhof komen. En dan leggen we die op de platte vloer en dan kunnen we er een hele grote kerstpark omheen maken. In plaats van Holiday on Ice? Maar daar veel meer plek. Maar mensen die willen schaatsen, die komen ook naar Tegelen. Ja, dat wel. De schaatsers zeker. Dus, maar gewoon de gluwijners, die ook. Ik denk dat je er veel meer poespas omheen kan maken. Koek en sopie zeggen we dan. Koek en sopie. Yes. Ja, wat wou je zeggen, Dick? Ik vertrek waarschijnlijk naar de Rijksmacht. Ja, zijn we er niet. Nee. Dan gaan we nu even een mooie... Ja, kerst... of een nieuwjaarsdag. Ja. Mensen, wij wensen jullie allemaal een heel mooi... Gezond. Gelukkig. Voorspoedig. Ja. Namens Ruud Hoek natuurlijk. Waarvan we allebei erg hopen dat hij nog een jaar blijft zitten. Ja, want hij zei net, we stoppen ermee, maar we stoppen er dus niet mee. Ja, afronden. Afronden, nou. Hey, spreuk hebben we niet. Ik zeg het tegen iedereen. Zalig uiteinde. Fijne feestdagen. Geniet van het leven. Ben lief voor je medemens. En graag tot in het nieuwe jaar. Juist.